Als je last hebt van de hersentumor, is behandeling meestal nodig. Welke behandeling je krijgt, hangt af van je leeftijd, de plaats waar de tumor zit, de grootte en graad van de tumor, de DNA-kenmerken, hoe fit je bent en hoeveel last je van de tumor hebt. Als behandeling kun je een operatie, bestraling en/of medicijnen krijgen. Bij een operatie wordt de tumor of een deel van de tumor verwijderd. Meestal gebeurt dit via een opening in je schedel. Soms kan het via je neusholte. Na een operatie heb je vaak nog bestraling en/of chemotherapie nodig. Als je ernstige klachten hebt, zoals een gevaarlijk verhoogde druk in je hoofd, kan een spoedoperatie nodig zijn. Als de druk komt door ophoping van hersenvocht, kun je een drain, een buisje krijgen, tussen je hersenholtes en je buikholte, die het vocht afvoert naar de buikholte. Bestraling wordt ook wel radiotherapie RT genoemd. Er zijn twee soorten bestraling met protonen of met fotonen. De stralen beschadigen het DNA in de cel, waardoor de cel zich niet meer kan delen. De cel gaat kapot en wordt opgeruimd. Bestraling van tumorcellen zorgt dat de tumor niet verder groeit en kleiner wordt. Klassieke chemotherapie richt zich op het DNA van de zich snel delende tumorcel. Als een cel zich deelt, wordt eerst al het DNA van de chromosomen gekopieerd en verdubbeld en daarna worden de chromosomen verdeeld over de twee nieuwe cellen. Er zijn verschillende soorten medicijnen, cytostatica, die ervoor zorgen dat de cel zich niet kan delen. Medicijnen die zorgen dat het DNA niet gekopieerd kan worden, zoals cyclofosfamide, temozolomide en lomustine. Cisplatine en carboplatine etoposide, metotrexaat. Medicijnen die zorgen dat de verdubbelde chromosomen... zich niet over twee nieuwe cellen kunnen verdelen... doordat er geen spoeldraden worden gevormd... zoals finkristine en finblastine. Na een operatie, bestraling en medicijnen... kun je last hebben van bijwerkingen en van de gevolgen van de behandeling. Bij gerichte therapie, targeted therapy... Remmen de medicijnen eiwitten af binnen een signaalroute die zorgt voor celdeling? Elk medicijn richt zich op het afremmen van één soort eiwit. Je kunt het dus alleen gebruiken als dit eiwit betrokken is bij het celdelingssignaal van de tumorcel. Om te weten of een geneesmiddel bij jou werkt, is DNA-onderzoek nodig. Er worden verschillende medicijnen gebruikt en onderzocht bij hersentumoren. Naar de meeste ervan wordt nog onderzoek gedaan. Een aantal medicijnen grijpt in op de MAPK signaalroute. Trametinib is een MEK-remmer. Door binding aan MEK kan MEK niet actief worden en het signaal om te gaan delen, niet doorgeven. Trametinib kan gebruikt worden bij mutatie in het BRAF-gen, zoals bij veel laaggradige gliomen voorkomt. Dabrafenib remt de aanmaak en werking van het afwijkende BRAF-eiwit zelf. Het eiwit kan zo geen signalen afgeven in de MAP-K-signaalroute, waardoor de groei van de tumorcel wordt geremd. Cetuximab bindt aan de epidermale groeifactorreceptor EGFR aan de buitenkant van de cel. Zo kan de groeifactor niet binden en de receptor geen signaal doorgeven. De celdeling en de vorming van nieuwe bloedvaten in de tumor worden geremd en natuurlijke celdood wordt gestimuleerd. Vismodegrip remt een andere signaalroute, de Sonic Hedgehog signaalroute, door het eiwit SMO te remmen. Hierdoor wordt onder meer de celgroei geremd. Immunotherapie zorgt ervoor dat je eigen afweer wordt ingezet in de strijd tegen tumorcellen. Tumorcellen veranderen zo slim dat je afweercellen ze niet herkennen als schadelijke cellen en ze niet opruimen. Checkpointremmers zorgen ervoor dat je afweer de tumorcellen beter kan herkennen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.